This is a state of trance. Your Thursday night dance treatment. We'll be right back.
Goedenavond, Armin van Buren op jouw radio. Ik ben een klein beetje verkouden. Ik ben net terug uit Roemenië voor het schieten van een videoclip. En toch zijn we er weer vanavond. Speciale aflevering van de State of Trance. Verheugen we er zelf een beetje op. Vanavond in de studio Signum. Ze zijn er nog niet, maar ik heb net Pascal aan de lijn gehad. Die komt alleen, helaas. En hij is onderweg naar de studio. Zometeen hoor je alles over Signum. Je krijgt een non-stop in de mix van hun voor je kiezen. En hij vertelt dat hij twee nog nooit eerder uitgebrachte remixen van hun gaat laten horen. Remixen zullen waarschijnlijk ook nooit gaan uitkomen. En een hele nieuwe versie die ook nooit gaat uitkomen van Coming On Strong. Dat is zometeen hier tussen 10 en 11. Tussen 9 en 10 een mix van Signum. En dit uur gewoon wat je gewend bent iedere week bij State of Trance. Live vanuit Amsterdam. Het nieuws op het gebied van trance en progressive. Ik ben heel erg druk bezig ook met de top 20, mocht je het nog niet gehoord hebben. Ga even stemmen als je vaste luisteraar bent van dit programma. Het kost maar 2 minuten van je tijd. Je hoeft alleen maar naar internet te gaan. www.arminvanburen.net. Van Buren is met 2 U's. En dan kun je kiezen je 5 favoriete trance-platen. En wordt heel goed in de gaten gehouden. Want helaas wordt er door een aantal mensen behoorlijk gesjoemeld met platen. Ze stonden er in één keer 3 platen van... platen van 1 artiest in de top 10. Dat was natuurlijk absoluut niet de bedoeling. We hebben inmiddels wel meer ruim dan 1000 stemmen. En ik ga zo meteen een tussenstand geven voor de chart die wordt uitgezonden op 26 december. Je kunt in ieder geval nog stemmen. En zometeen heel veel nieuwe tracks en remixen. De nieuwe 3 Drives hier in première. Natuurlijk de Signum remix van Oceanlab Beautiful. Yet Another Dub en 2 nieuwe mic-producties. Solar Factor en Push Yourself vs. Globe. En ook de nieuwe Green Martian Wizardry komt zeker voorbij in deze show. Open de show met Young Parisians. You Write the Rules Solar Stone Remix. Dat zat al een keer in het non-stop in de mixuur. Dat zie je ook op vinyl. Dat komt binnenkort uit op Deep Blue Recordings. Op de achtergrond is een nieuwe productie van Pronti en Kalmani. Althans een remix. Rock Wild featuring KT, Come Closer. Pronti en Kalmani hebben een hele nieuwe studio gebouwd in Scheveningen. En dit komt volgens mij vers uit hun nieuwe studio. Zometeen de Tune of the Week. Maar geniet eerst van Come Closer. This is a State of Trance with Armin van Buren. Hi.
INT Radio, Armin van Buuren op jouw radio. Luister naar het programma State of Trance. En de uitgebreide versie daarvan, één keer in de maand probeer ik een speciale uitgebreide versie te doen. Met een speciale gast vanavond is dat Signum. Die zal je zo meteen tussen 9 en 11 horen. Met een mix. Je kunt hem alle vragen die je hebt aan Signum kun je mailen naar armin@id-t.com. Dus mocht je iets aan Pascal van Signum willen vragen, graag je e-mail naar armin@id-t.com. And now it's time for a message. Message that will shock the world. IDMT Radio. No competition possible. En ik kijk net achter mij en Pascal van Signum is binnen, dames en heren. Hij komt hier net het gebouw van IDMT Radio binnenlopen. Ik ben er heel erg blij mee. Hallo, welkom. Ga zitten. Plaat die je hiervoor hoorde was Solar Factor Urban Shakedown. Een van de nieuwe Mike-producties. Die man begrijpt echt wat trance muziek is. Daarvoor Rock Wild featuring KT, Come Closer, Pronti en Kamani remix. En dit is de nieuwe Three Drives. En als je een opvolger moet maken van de twee hits, heb ik het natuurlijk over Sunset on Ibiza en Carrera 2. Dat is altijd heel erg moeilijk, maar volgens mij hebben de heren van Three Drives fantastisch werk afgeleverd. Air Traffic gaat de nieuwe single heten. En ik ben heel blij om je kunnen presenteren, want het is weer een enorme knaller. Ga ervoor zitten. Three Drives, Air Traffic. Tune of the week.
van meester Laurent Veronet, oftewel LV. Onder zijn schuilnaam The Green Martian. Is een nieuwe EP op de markt. En dit is de B-kant daarvan, Wizardry, die wat mij betreft ver uit de A-kant had mogen zijn. Absolute hit als je het mij vraagt. Het schijnt al een aantal weken aangevraagd weer, maar ik had hem gewoon simpelweg nog niet. En deze week is hij pas officieel bij Bonsai in de promotie gegaan en hij is ook meteen uitgekomen. Dus ren naar je lokale platenwinkel, zou ik zeggen. En daarvoor de nieuwe Three Drives. On the Vinyl heette het vroeger. Air Traffic heet de nieuwe single. En binnenkort uitkomen op Massive Drive Recordings. Luister naar State of Trance. Iedere donderdagavond alleen het beste gebied van progressive en trance. Pascal van Signum is inmiddels in de studio. We hebben de kou getrotseerd. Zometeen na 9 krijg je een 1 uur lang non-stop mix van hem. En tussen 10 en 11 allemaal ongereleased en exclusieve Signum dingen. En als je vragen aan hem hebt, dan gaan we hem even flink aan de tand voelen. Ik heb zelf ook wat vragen voor hem, maar als jullie vragen voor hem hebben, stuur een e-mailtje naar arminapenstaartje.id-t.com. We zijn ook bezig met de State of Trance Top 20 van 2002. Er wordt heel veel gestemd, vind ik ontzettend leuk. Daarover zometeen meer, ik ga je zometeen een tussenstand geven. Maar voel je een groep om te stemmen? Ga in ieder geval even naar www.arminvanburen.net. We houden stemmen goed in de gaten, dus dubbelstemmen is helaas niet mogelijk. Denk goed na en stem op jouw favoriete trance-klappers van 2002. En de hele lijst wordt integraal uitgezonden 26 december 2002. Na de boodschappen, yet another dub. ID&T. Alright, here it goes. ID&T. Dance music. ID&T. This is a state of trance. Your Thursday night dance treatment. We'll be right back.
Radio. Je luistert naar het enige echte trance-programma van Nederland. A State of Trance, iedere donderdagavond. De achtergrond, nieuwe single van Push vs. Globe, Transformation. Enkele weken geleden was het Tune of the Week en nu ook officieel op vinyl. Productie van Mike en Tetsuya Komuro, als ik het goed heb. Tenminste, het staat op het label. En daarvoor Armin van Buuren featuring Ray Wilson, Yet Another Dub. Die kan ook uitkomen in Nederland. Met de B-kant Hiver & Hammer's Ground Control remix die eerder in deze show heb kunnen horen. Vergeet niet, zometeen na 9 uur, 1 uur lang non-stop in de mix. Signum. Hij zit nu zelf op de chat, www.arminvanburen.tk. Daar ga je dus heen voor de chat. En www.arminvanburen.net ga je heen voor jouw stem. Voor de beste 20 platen, of jouw favoriete 5 platen van... die gedraaid zijn in de State of Trance, zo moet ik het zeggen. Die wordt uitgezonden 26 december. We were the first. And we will be the first. IDNT Radio. IDNT Radio. Dance music only. En de stemmen worden goed in de gaten gehouden. Afgelopen maandag is de lijst officieel echt geopend. Mensen zijn nu druk bezig met stemmen. Ik had beloofd een soort van tussenoverzicht te geven. Na 4 dagen stemmen. Er zijn inmiddels bijna 1200 stemmen uitgebracht. En we proberen het zo goed en kwaad mogelijk te doen. Er zijn natuurlijk mensen die dubbel proberen te stemmen. Dat is absoluut onmogelijk. Op 10 staat momenteel Plastic Boys, Silver Bath. 9 Cosmic Gate, The Truth. Op 8 Driftwood Freeloader. Nummer 7 is Four Strings Diving. Nummer 6 Armin van Buuren featuring Ray Wilson, Yet Another Day. En nummer 5 DJ Tiesto, Lethal Industry. Nummer 4 Solar Stone, Solar Coaster. Nummer 3 Energy 52, Café Del Marco V. Nummer 2 Guriella Ligaya. En nummer 1 Paul Oakenfold, Southern Sun DJ Tiesto Remix. En dit is een tussenstand, want verderop in de lijst bevinden zich ook nog platen als Ferry Corsten Punk, DJ Tiesto In My Memory, GTR Mistral, You Can Freeze The Theme en Four Strings Diving en natuurlijk Signum Second Wave. Nummer 19 tot dusver. Over 2 weken gaan we deze lijst uitzenden. Tenminste, de definitieve lijst. Dit is nog een voorlopige lijst. Wil je jouw stem toevoegen aan het geheel? Ga dan naar www.arminvanburen.net. Volgende week zullen we weer een tussenstand geven.
Radio, A State of Trance. De achtergrondgeluiden van Oceanlab featuring Justine Suiza, Beautiful Together, de Signum Remix. Het is geen toeval dat we de Signum Remix weer draaien. Het was natuurlijk al Tune of the Week enkele weken geleden. En ook vorige week heb je hem kunnen horen in de uitzending. Maar zometeen na 9 uur, Pascal staat al tegenover mij. We zijn bezig met een State of Trance XXL. Dat betekent dat we een speciale gast in de uitzending hebben. Zometeen na 9 uur, 1 uur lang non-stop in de mix. Speciaal hier, voor de eerste keer op IDT Radio, Signum. Heel erg blij dat ze er zijn. Althans, de helft. Voor de plaats van Oceanlab staat Ayla presents Yell, Sun is Coming. De Tandoes UK dub. En twee vinyltjes vanuit. Dit is de B-kant van vinyl nummer 2. Dus is dat ook weer de wereldtijd. Als je een vraag hebt aan Pascal van Signum, stuur een e-mailtje naar armin@idmnt.com. Hij zal zelf de leuke vragen eruit kiezen en zullen kijken of we zometeen na 10 uur, want dan gaan we hem echt helemaal aan de tand voelen, zometeen die vraag kunnen beantwoorden. Maar eerst naar de boodschappen. 1 uur lang non-stop in de mix. IDMT Radio. Thank you.
TNT. Non-stop in the mix.
AD&T. We'll be right back.
12 december 2000. Your Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. ID&T Radio, we zijn bezig met een special over Signum. We zijn aangekomen bij het derde uur en dan doen we altijd een special met betrekking tot onze gast. Vanavond is dat, zoals ik al zei, Signum heeft vorige uur non-stop in de mix gedaan. Zometeen gaan we het hand van zijn lijf draaien en allemaal exclusieve mixen en onuitgebrachte dingen draaien. De eerste track staat al klaar in de DAT recorder. Heb je verzoekjes aan Pascal van Signum? Stuur even een e-mailtje naar arminapenstaartje@idmt.com. Of als je een hele intieme vraag hebt, dan mag dat ook. Hey. Hey, ja, ik wou maar zeggen. Hey. We beginnen het uur even heel toepasselijk met een van Signum's grootste hits. What You Got For Me In A State Of Trance. We'll be right back.
in dance music. We are IDNT. IDNT Radio, we zijn bezig met een special omtrent Signum. We zijn vanavond hier live in de studio. Ik ben zelf een beetje verkouden, ik hoop dat je het kan horen. Waarschijnlijk allemaal domme dingen te zeggen vanavond, maar goed. Ja, je praat een beetje nasaal. Ja, klopt. Het schijnt een beetje te heersen, dus... Goed, welkom in de studio. Ja, welkom in jouw uur. Ja, we hebben een paar keer gebeld hierover. Tegen jou, aan jou gevraagd, heb jij versies en dat soort dingen? Dus we gaan dit uur een beetje vullen met versies die nog nooit eerder zijn uitgezonden, nog eerder zijn uitgebracht en dat soort dingen. Daarover zometeen meer, maar eerst even bij het begin beginnen. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Zoetermeer. Komt uit Zoetermeer. Ronald ook. Ja. En we zijn begonnen alle twee toen we iets van 14 waren of zo. Klein begonnen met een klein keyboardje en dat soort dingen. Ja, net als iedereen. En jullie hebben elkaar leren kennen op de middelbare school. Zijn elkaar daarna uit het oog verloren. En toen ben jij een deal getekend bij BPM Dance. Ja, klopt. En vanaf daar mag jij het me verder vertellen. Op dat moment was ik dus heel druk bezig met muziek. En ik had ook contact gehad met iemand anders die in de muziekbranche zat. Ja. Maar dat liep helemaal nergens op uit. Dus ik had een demobandje gemaakt. Ja. En BPM Dance kwam toen in Zoetermeer. En ik hoorde van een vriend van, hey, ze zijn op zoek naar mensen die demo's kunnen inleveren. En dat is 1998? Ja, iets eerder. 96 was dat, denk ik. Oké. Okay. En dat heb ik toen gedaan. En ik had absoluut geen verstand van uitmixen. Helemaal niks. Ik liep daar die winkel in en ik zag allemaal platen. En ik dacht van, ja, het zal allemaal wel. Ja. Dus ik heb een half uur in die winkel rondgelopen. En toen werd eigenlijk aan me van, ja, kan ik je helpen? Ik zei, Jack, kan ik een demobandje inleveren? Ja, tuurlijk. Dus ik heb hem ingeleverd en ik dacht van, nou, ik hoor nooit meer wat. En 2 dagen later belde Randy, de eigenaar van BPM, mij op. Helemaal hysterisch van, ja, en je stak daar bovenuit. En hoe heb je het uitgemixt? Ik zei, uitgemixt? Wat is uitmixen? Ik zeg, ja, ik heb mijn dingen aangesloten op mijn stereotoren. En een bandje erin gedaan en op record gedrukt. Nou, heeft hij een half uur in een deuk van de lachen gelegen. Ja. Nou, ik heb ook nog steeds geen verstand van afmixen, hoor. Ik bedoel, blijft moeilijk. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, maar ik heb er ook geen cursus voor gevolgd of zo. Nee. Jij ook niet, hè? Nee. Maar je doet het meer op gevoel en op gehoor eigenlijk. Maar jullie hebben verschrikkelijk veel fans. Ik weet niet of jij dat wel eens gerealiseerd hebt. Wat ik me dus echt verbaas, en dat heb ik dus ook als een van mijn vragen aan jullie. Hoe komt het nou in godsnaam dat jullie zo bekend zijn in Engeland en niet in Nederland? Ik bedoel, hele goede vraag. Ja, je vriendin zit hier ook achter jou. Ja, van, die zit ook van, ja, waarom? Waarom? Ik weet het nou, echt niet. Dat is ook een reden dat ik je vanavond hier heb uitgenodigd. Want ik verbaas me erover. Jullie producties staan als een huis. Worden hier in de show altijd met gigantisch veel applaus ontvangen. Ook, ik kijk gewoon heel goed naar de reacties van de fans. En ja, jullie hebben gewoon een enorme aanhang. Alleen op een of andere manier zit half promoten Nederland gewoon te pitten. En nodig jullie gewoon nooit uit. Ik bedoel, het is gewoon belachelijk. Misschien dat is. Ik weet het niet. Ik weet echt het antwoord niet. Want je bent wel in Engeland. In Engeland staan we wekelijks te draaien in de grootste clubs. We komen je af en toe tegen. Dus ja, Gold's Kitchen, Slinky, Gatecrasher, binnenkort Passion ook eindelijk. Gaaf. Ja. Dus alle grote festivals hebben we gehad. Homelands. Help me even. Creamfields? Ja, nee, Creamfields niet. God's Kitchen is Global Gathering. In Global Gathering en Gatecrasher. Oké. Ik weet even de naam niet meer, maar even niet. Wat was je eerste grote hit als Signum? Was dat inderdaad What You Got For Me? Ja, dat is denk ik wel What You Got For Me. En wat is het verhaal achter die plaat? Heb je die alleen gemaakt of samen met Ron? Of? Nee, dat was eigenlijk een van de eerste platen die we samen maakten. Ik heb wel 1 of 2 platen onder Signum uitgebracht. Ja. Maar dat valt niet echt onder categorie trends. Hoe kom je aan de naam Signum? of ben je dat gewoon niet kwijt? Oké. We waren op zoek naar een naam. Ja. En toen de tijd hebben we met Randy zaten na te denken over een groepsnaam. Ja. En toevallig had hij toen een boekje over conceptauto's. Ja. En toen stond daar dus de Opel Signum stond daarin. Oké. Okay. Ja, het is een heel suf verhaal. De Opel Signum, oké. De Opel Signum, het zag er best wel Signum. In eerste instantie dacht van leuk. Nou, daar zijn we toch wel mee gegaan. Ja. En achteraf blijkt het wel iets te betekenen ook nog. Ja. Ik heb het opgezocht, het is een soort van Latijn. Ja. Ja, een soort van. Een normale Latijnse boek kon ik het niet vinden. Dus ik heb heel diep zitten zoeken op internet. En dat betekent iets van teken. Teken. Sigma. Signum. Oké. Okay. Dat is een erg coole naam. Ik weet ook wel dat Randy altijd erg sterk is in het bedenken van namen. Maar goed. Andere vraag. Hoe lang doen jullie over een productie? Verschilt. Een keer ben je echt een week of 2 bezig om het echt goed te krijgen. En de andere keer heb je het in een dag heb je het klaar. Ja? Noem eens een productie die je in een dag hebt gemaakt. Coming On Strong, What You Got For Me. Dat zijn je grootste hits, hè? Ja. Gek is dat, hè? Dat heb ik ook altijd.
Even kijken, ik heb fanmail. Oh, wat leuk. Niels W. Die vroeg zich af of er ergens een listing stond met recente Signum releases. Naast zijn gewone draaiwerk, voornamelijk Funky Club en Techno, hou ik er wel van om wat trends te verzamelen. Ja. En tijdens gemoedelijke indrinkavondjes te draaien. Knipoog. Ja. Maar ik kwam erachter dat het recentste Signum-werk ergens uit 1999 is of zo. Waar vind ik de titels? Is er een titelslijst van jullie? Heb jij een website dus eigenlijk? Ja, daar zijn we dus druk mee bezig. De website is klaar. Ja. We moeten alleen nog online komen. Dus ja. We zijn er nu mee bezig. Als het goed is, als het mee zit, is die volgende week is die online. Wat is het webadres? Het webadres wordt www.dj-signum.com. Hartstikke gaaf. We zijn bezig met de State of Trance XL. Pascal van Signum is in de studio. Je kan hem met hem van zijn live vragen. Stuur een e-mailtje naar arminapstaartjeidmint.com. Als je een verzoekje hebt van een van de favoriete tracks van Signum. Dus niet alleen geproduceerd onder Signum, maar ook onder D-Factor en Ron Hagen. En Pascal M. Pascal M. Oké. Okay. Waarom eigenlijk die naam? Waarom niet gewoon Signum? Signum had een bepaalde sound op een gegeven moment. En dat was toch wat steviger. Ja. En we wilden ook voor onszelf gewoon wat rustiger dingen maken. Ja. En wij vonden het makkelijker om het gewoon onder onze eigen naam te doen. Ja. En D-Factor is weer een hele andere stijl dan de andere twee. Is meestal wat harder, meer progressief. Ja. En vandaar die verschillende namen. Dan kun je gewoon onder verschillende projecten kan je ei kwijt, zeg maar. Ja, ja, dat doe ik zelf ook. Begrijp precies. Maar de luisteraars willen dat graag horen. Sommige vragen liggen voor de hand. Coming on strong. Vertel het verhaal, want ik heb iets heel spannends in mijn DAT-recorder klaarstaan. Dus ja, je hebt een unicum erin zitten. Ja. We hadden die track gemaakt. Ja. En toen bleek dus achteraf dat er nog een andere track in omloop was die exact dezelfde melodielijn had. Ja. En toen begon dus de discussie van ja, wie heeft nou van wie. Ja. Maar we hadden alle van elkaar de track niet gehoord. Dus het was echt stom toeval. Ja. Ja, hoe groot is de kans? Maar dat hij precies dezelfde manier ingespeeld, precies dezelfde akkoorden, gewoon identiek. Oef. Dus we hadden zoiets van ja, gaan we dat nou zo uitbrengen? Dus voor de zekerheid hebben wij een andere versie gemaakt met een andere melodielijn. En die is uiteindelijk uitgekomen? Nee. Ook niet? Want het bleek dus niet zo'n probleem te zijn. Wij waren toch eerder op een of andere manier. Mm-hmm. Dus wij hebben gewoon die track zo uitgebracht. Omdat die ten eerste sterker was dan de tweede mix die we hadden gemaakt. Ja, en dit is de tweede mix? Dit is de tweede mix, ja. En ja, je zal het zelf horen. Het origineel is beter. Oké. Okay. Maar toch, hier speciaal, exclusief, ja. In de State of Trance. Coming on strong in de niet eerder uitgebrachte versie. Hier bij State of Trance. Is IDMT Radio. IDMT.
Radio. Armin van Buren in de studio met Signum. Donderdagavond, State of Trance. Je hoorde nog nooit eerder, volgens mij is deze versie alleen door jullie eerder gehoord, als ik me niet vergis. Ja. Coming on Strong, met een iets andere melodie. Ja, hij is iets anders, maar ja, dat klinkt wel. Ja. Maar ik vind het origineel dan toch net iets beter. Ja, die blijft gewoon in je hoofd hangen. Maar ik kan inderdaad begrijpen dat... Het is heel raar, je maakt een track met een melodie. Ja. En dan ineens moet je die melodie gaan veranderen. En dat, voor je eigen gevoel werkt dat niet. Maar vervelend is dat, ja, hè? Dat is heel naar. Ja. Nou, heel erg cool dat je er bent, in ieder geval. Ik heb nog wat vragen voor je. Oh, wat vinden je ouders er eigenlijk van? Wat vinden jouw ouders ervan? Die zijn heel erg boos. Die vinden allemaal maar... En je bent fulltime muzikant ook, zeg maar? Ja, in het begin was het wel even moeilijk. Want ik ben eigenlijk mede door de muziek van school af getrapt. Oh ja? Ja, ik heb zeg maar mijn school er een beetje mee verbloot. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 26. Oké. Okay. En op dat moment deed ik Grafisch Lyceum in Rotterdam. Ja. En het was ook mijn andere hobby, tekenen, ontwerpen en dat soort dingen. Yeah. Ik wilde eigenlijk met PC dingen ontwerpen. Yeah. Virtual reality en dat soort dingen. Dat vond ik heel interessant. Yeah. Maar ik was toen druk bezig met muziek maken. En ja, dan had je een toets of zo. En dan zat ik tot s'nachts, diep in de nacht, zat ik met muziek als ik bezig. Dus ja, dan was dat mijn moeder 's ochtends vroeg van... Ja, moet je nu naar school? Nee, ik heb de eerste 3 uur vrij. Ja, zo ging dat. Ja, op een gegeven moment bleef ik al een keer zitten. En moest ik hetzelfde jaar opnieuw doen. Ik denk dat heel veel mensen die nu zitten luisteren dit herkennen. Ja. Dat die stress hebben van een van de proefwerk. En dus die zit toch weer stiekem met muziek bezig. Ja, dat was echt heel erg. Mijn moeder die geloofde dat allemaal toen. Ja. Van ja, eerst 3 uur vrij, joh. Maakt niet uit. Ja, oké, okay, blijf liggen dan. Dus ja, zo ging het, zeg maar, mis je een heleboel uren. En nou, dat haal je gewoon niet meer in. Ja. Ja. En... Waar was ik nou mee bezig? Wat je ouders ervoor vonden. Oh ja, dat was het, sorry. Ja. En toen had ik dus de keuze of tijdelijk even werk gezocht. Want ik wist niet meer wat ik moest doen qua school, qua opleiding. Ja. Dus ik had zoiets van, ja, of ik ga werk zoeken of ik ga muziek maken. Ja. Maar ja, met muziek, dat duurt even voordat je daar geld mee verdient. Klopt. Dus dat was even moeilijk. Moest ik dus gaan combineren, muziek maken en dan gaan werken. En toen kreeg ik een aanbod van BPM dat ik gewoon betaald kreeg. En in het begin was het niet zoveel. Nee, maar, je kon er in ieder geval van rondkomen. Ja, ik kon er van rondkomen. En mijn ouders waren eerst heel kritisch tegenover. Van ja, zou je dat nou wat doen? En, yeah. Ja, ik heb tegen hun gezegd van nou, ik probeer het een jaar. Of 2 jaar. En loopt het niet zoals ik wil, dan ga ik iets anders doen. Ja. Yeah. Maar ja, dat ging dus ineens als een speer eigenlijk. Want we hadden What You Got For Me gemaakt. En eigenlijk maakten we geen trends. En we hadden toen Pressure hadden we gemaakt. Ja. Yeah. Dat was eigenlijk bedoeld als A-kant. Ja. Yeah. En toen ging het rollen, zeg maar. Toen? Toen ging het ineens rollen allemaal. Nou, Randy kwam op een gegeven moment van ja, kan je niet een iets meer trendy nummer maken? Dus wij zijn weer de studio ingegaan. Het eerste wat eruit kwam was eigenlijk What You Got For Me. Maar niet met het idee gemaakt van God, wat wordt een klapper. Oké. Okay. En we hadden die track gemaakt en toen was de medium, geloof ik. Ja. Yeah. En iedereen had het over What You Got For Me. En we waren echt verbaasd daarover. En toen is eigenlijk het balletje een beetje gaan rollen. En toen kwam er dan Strang erachteraan. En ja. Gaaf. En toen kon je, wat was je eerste remix die je mocht doen? Volgens mij was dat Yves de Ruiter to the Rhythm. Dus jullie hebben ook een tijd lang verschrikkelijk veel remixen gemaakt, hè? Ja, heel veel. Zoveel dat we eigenlijk geen inspiratie meer hadden voor eigen tracks. Even kijken, ik heb een lijstje op internet gevonden. LSDJ, The Lonely One, ATB, 9 PM. Nee, dat was niet The Lonely One. Het was LSDJ, Better Off Alone. Better Off Alone, oké. Okay. Blank & Jones, After Love. Ja. Hans Burm, Good Shot, DJ Jurgen, Better Off Alone. Dat was hem. Ja. Katana, Silence, KC, ja. Escape, Lost Triumph, Game Master... Space Brothers Shine, ja. Straight Up Mirror. Echt ongelooflijk eigenlijk. Ja, die Shine was ook wel een leuk verhaal. Maar... Nou, ik kan je in ieder geval zeggen dat ik heel erg blij ben dat je dan toch maar de keuze hebt gemaakt om muziek te gaan maken. Ja, ik uiteindelijk ook, ja. En het is zo verbazingwekkend dat zoveel van die producers eigenlijk, die eerst onbekend zijn. Ik bedoel, ik ken die natuurlijk al jaren, maar komen ook allemaal uit Nederland. Want zeg maar 75% van de producties die ik draai in het eerste uur, dat doe ik echt onbewust. Maar het zijn allemaal Nederlandse producties. Ja. Maar goed. Even kijken. Andere vraag. Wat is jouw favoriete apparatuur? Dus wat gebruik jij het meeste in je setup? Of noem eens wat apparatuur die jullie veel gebruiken. Nou, wat wij in het begin heel veel gebruikten. Of eigenlijk voor de laatste paar tracks. Dat is Akai 5000. Mackie. Ja. Yeah. JP 8000, 880. JV meer voor opvul. Maar yeah. Ja, we hebben nu de studio verbouwd.
En we zijn nu meer bezig met virtual synths. Dus ja. Ja, je weet zelf wel wat het is. Cubase of Logic? Nu nog een Cubase. Leuk. Dus okay. Ja, dat is een hele andere manier van werken, maar... Je haalt er zulke vette geluiden uit die dingen. Dat is echt verbazingwekkend. Mijn bek viel echt open eigenlijk. Ja. Toen ik dat allemaal hoorde wat daaruit kwam. Ja, nou, mijn bek valt altijd open als ik jullie platen hoor. Dus ja. Dat werkt in twee kanten op. Oké, okay, nogmaals hartstikke leuk dat je er bent. We hebben jouw favoriet op de draaitafel liggen. Want jij zei, ja, je hebt ontzettend veel gemaakt. En dan moet je in 1 uur. Ja. We zijn al halverwege dat uur. Je hebt pas 2 platen gedraaid. Dat zijn eigenlijk de laatste paar tracks die ik eigenlijk al, waar we heel tevreden over zijn. Second Wave dan, maar ja, die heb ik al gedraaid. Dus een beetje raar om nog een keer te draaien. Ja. Kuren we mee zijn we ook heel tevreden over. Omdat hij toch, hij is weer anders. Hij is wat volwassener, vinden we zelf. Ja. Als je, zeg maar, fantastische stem ook volgens mij. Zit er toch in? Ja, ik weet nog steeds niet wat ze zingt eigenlijk. Maar ik denk iets van heel mei of zo. Oh ja? Cura. Oké, goed. Nou, dan gaan we even naar luisteren. Pascal's favoriete Signum track hier in the State of Trance. And now it's time for a message. A message that will shock the world. A message that will shock the world. IDMT Radio. No competition possible.
is the sound of IDNT Radio. IDNT Radio, we zijn nog steeds in de studio met Signum. Het is erg gezellig hier, dat heb ik altijd bij die XXL-uitzendingen. Dan zijn er heel veel volk. Maar dat, ja, de champagne was ook wel lekker. Ja, champagne was ook wel lekker, ja. Dat is erg, erg prettig hier. Wat was jouw favoriete Signum-track, Curamé? Ja, één van. Oké. Okay. Wordt ook heel erg gezellig gechat, www.armevanburen.tk. En ze komen allerlei aanvragen binnen. Dus er wordt hier goed naar gekeken. We zullen zo in ieder geval nog een van die platen gaan draaien. Ik heb nog een paar vragen voor je. Ja, noem eens, wie zijn jouw grootste voorbeelden? Of wie waren je grote voorbeelden toen jij begon? Ik had niet echt zozeer grote voorbeelden. Maar waar ik nog steeds wel fan van ben en waar ik echt uren naar kan luisteren, is Chicane. Ja. Vind ik echt waanzinnig. BT ook. Ja. En jij? Nee joh, kom op man. Nee, serieus. Maar... Oké. Okay. Nee, het is niet om een veer in je kont te steken, maar ja, je hebt gewoon goede producties. En... Sniff. En, ja, en zeg maar niet, geen trance producers. Heb je ook andere werken waar jij je helemaal in thuis voelt? Ik weet niet zozeer namen, maar muziekstijlen bedoel je. Ja, ja. Ik spreek wel als producers die in één keer een enorme klassieke collectie blijken te hebben, weet je wel, dat soort dingen. Nou, net niet. dat is niet. Was je stiekem vroeger ook fan van Rage Against the Machine of dat soort dingen? Nee, absoluut niet. Dat had ik echt een hekel aan. Ja, precies. Nee, dat heb ik nooit van gehouden, maar drum en bass kan ik graag naar luisteren. Ja? Van die chill muziek. Eigenlijk luister ik wel naar alles. Funky, gewoon als het maar goed in elkaar zit. Cool. Oké. Even iets heel anders. Waar staan jullie binnenkort? Wat zijn jullie, zeg maar, jullie boekingen? Heb je dat een beetje uit je hoofd? Of moet... Ik heb een lijstje voor de zeker meegenomen. Geweldig. Kijk, deze man weet hoe hij zichzelf moet promoten. Ja. Oké, wacht even. Januari hebben we het niet zo druk. Nee. Dat is tot nu toe één boeking op de 11e. Ja. In Colors in Ayr. Nog nooit van gehoord. Maar... Colors, is dat niet in Schotland? Dat zou heel goed kunnen. Ik heb trouwens een e-mailtje van een fan van jou uit Schotland. Dat weet jij nog niet, maar het is van Stuart Fraser. Ja. Met Oban in Schotland. Great show as usual tonight. Looking forward to Signum's mix. Just wondering if you'll ever make an appearance in Scotland at all. ja, dan dus. Ja. 11th of January. Dus. En ook regelmatig Inside Out. Ja. Dus. En verder, wat heb je binnenkort voor je Nederlandse fans? Nederland op dit moment nog niet. Nee. Tot mijn spijt. Ja, dan komen we weer op hetzelfde verhaal. Nederland is voor ons heel moeilijk, op een of andere manier. Ja, dat kunnen alleen de fans zelf doen. Dus ja, we hebben een paar keer in de ogen staan, maar dat was dan echt de laatste set. Ja, dus ja, dan is dat niet echt een goede tijd om jezelf te bewijzen tegen het publiek. Want dan is iedereen al halverwege de volgende dag, zeg maar. Ja, nou, ik durf mijn hand erop te leggen dat jullie volgend jaar in ieder geval een paar Nederlandse boekingen gaan krijgen. Dat is wel de bedoeling. We hopen dat ook. Belachelijk. Oké. Okay. Ja, het kent. En verder? Gaan we naar februari. Ja. Staan we 1 februari in Slinky. Ja. In Creation Bristol. Ja. 7 februari staan we in Cool Waters in Taunton. Ja. De 8e is het in Passion. Mm-hmm. Dat is onze eerste keer in Passion. Ja, dat ga je, dus, dat ga je helemaal geloven. Ja, ik heb er allemaal hele wilde verhalen over gehoord. Dus dat wordt erg leuk. En even kijken hoor. Dan gaan we naar vrijdag de 14e februari. Dat is ook in Slinky. Alleen dan in Opera House. Ja. In Bournemouth. Waar staan we met Oud en Nieuw? Oud en Nieuw. Ja, we hadden een boeking voor Slinky staan ook. Ja. En dat was dan een groot feest. Maar die konden op een of andere manier niet die locatie voor elkaar krijgen. Ach jezus. Ja. Dus ja, toen moesten ze dus alles gaan cancelen. En ons dus ook. Maar Oud en Nieuw, gezellig thuis is er We hebben nou zoiets van gezellig thuis. En dan lekker met vrienden. Lekker, okay. Al die jaren ervoor zijn we ook al... waren al beetje bezig met draaien in Nederland, want verder is nooit echt... Ik ben altijd weg. Dat is wel eens heel vervelend, dat je met kerst en Oud en Nieuw weer toch altijd weer aan het werk, maar... Ja, volgend jaar... Voor zover je onze baan natuurlijk werk kan noemen, maar... Ja, alleen het reizen, dat word je af en toe een beetje... Ja, het reizen. Dat sloopt je, zeg maar, dat moet je er maar bijnemen. Dat is je werk, dus... Ik zie het ook niet als werk. Nee. Het is gewoon leuk om te doen. Zometeen, na de boodschappen, heb je weer een track klaarstaan. Ja, het is een track die niemand kent. Echt helemaal niemand. Oké, Roffels. Ja, het is niet echt het standaard Signum werk wat je zou verwachten. Het is meer wat dieper, progressief. Ja. En we hadden, het is meer voor onszelf doen we dat. Dat we niet elke keer hetzelfde doen. Maar waarom komt dit nooit uit dan?
Ja, dat zijn zeg maar, ook al andere mensen die beslissen of het verkoopt, ja of nee. Oké. En, dus aan de luisteraars om te beslissen of het eruit moet komen. Als hun het wat vinden, dan gaan wij ons uiterst best doen om... Is er een titel van de track? Ja, het is even een tijdelijke titel. Sunny nog wat. Sunny nog wat. Ik vind dat je me gewoon zo moet gaan. Ga lekker. Oké, zometeen. Na de boodschappen, een exclusieve, nog nooit eerder uitgebracht of gehoorde track hier in de State of Trance van Signum. IDMT Radio. Fellow comrades, attention. As your president, I order the Communist Party to start right now. Aristov Fire, the surprising mix of Russian vodka and red fruit. Aristov Fire, the hidden side of Russia. This is DJ Jean's Madhouse. So get up! Two CDs with the latest floor fillers. From funky house to banging art style. The new DJ Jean's Madhouse. Yeah, bye-bye. Граждане, соединяйтесь. Соединяйтесь, чтобы принять участие в наших ежегодных событиях. Инерсити, Амстердам Рай. Дамы и господа, добро пожаловать! Бенджамин Бейтс, Кевин Сандерсон, Марко Фей, Свен Фат, Дана, Рино Сороне, Имек, Ричард Ф, Диджей Сник, Барт Тимблс и Профу, Ари Чучу Ромейро, Лейтбек Лук, Фарроу, Дэйв Кларк и Систер Лис. Получите свою визу, Free Record Shop, Ticketbox или смотрите www.idt.com и заходите. Inner City, суббота, 21 декабря 2002 года. Амстердам Рай. IDMT Radio. Can you to our beach? ID.
State of Trance. En een second track die misschien wel nooit gaat uitkomen. ID&T Radio. Dance is what we do best. Nou, door het A&R-team van de State of Trance deze track gewoon absoluut goedgekeurd. Oh, oké, dat is leuk om te weten. Sunny nog wat? Zullen we hem gewoon zo noemen? Even? Ja, het was Sunny Changes, maar dat kon ik even niet opkomen. Oké, Sunny Changes. Het is dus niet een echte Signum track, maar nee, gewoon ja, een track die jullie geproduceerd. Meer experimenteel voor onszelf eigenlijk. Goed hoor, hey. Bedoel, ja, voor hetzelfde geld klinkt alles over 5 jaar ineens ja, zo, weet je wel. We hebben zoiets van, ja, we hebben hem al zo vaak gehoord, dan hoor je het niet meer eigenlijk. Maar ik vind het een hele goede track. Oh, ja, dankjewel. Ja, leek dat absoluut. Ook, ja, absoluut. Ja, en dat, ik zie ook mensen hier kijken van, ja, waarom komt die track nou weer niet heel, uit? Hij is heel anders, dus het is absoluut niet wat je eigenlijk van Signum zou verwachten eigenlijk. Nee, maar ik denk dat dat juist goed is. Ik bedoel, ja, dat had ik ook toen ik mijn Solarstone mix inleverde. Dat ik ook dacht van, ja, hè? Even kijken, het is 11:05. Het gaat snel, hè, zo'n uur. Dat had ik met Ferry vorige keer ook al. Dat was, zaten we ook in, hè? Weet je wel, het uur is bijna voor mij. Hebben we nou 4 platen gedaan. Nog een uurtje. Ja, ja dat ga ik niet overleven, denk ik. Okay. Dus, we moeten morgen weer druk aan het werk. Ik wil jou nog even vragen, want we zijn natuurlijk bezig met een State of Trance Top 20. Ja, reclame. 26 december zet ik de Top 20 uit van favoriete platen gekozen door de luisteraars van de State of Trance. Ja. Dat zijn dus platen die gedraaid zijn in deze show. In het hele jaar. En ja. Daar is een top 20 van samengesteld. Mensen kunnen naar www.arminvanburen.net gaan. Ja, we staan er net in, zie ik. Ja, je staat er net in, ja. Ik heb je in de voorlopige lijst gegeven. Dus er is nu 5 dagen. Oh, hij kan nog stijgen. Dus. Met dank aan Revox trouwens. Peter, top dat je die site in elkaar hebt gezet. We proberen die stemming zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. En volgens mij ziet die lijst er ook redelijk betrouwbaar uit. Wat jij, Pascal. Ja. En om meteen maar even met de deur in huis te vallen. Noem eens 5 platen die bij jou, die voor jou het jaar gemaakt. Mogen ook Signum platen zijn? Ja, voor mezelf was dat toch Second Wave. Daar zijn we heel tevreden mee. En het was toch een vernieuwing voor onszelf eigenlijk. Dus ja. Second Wave voor mij ook. Ja. Dus ik vind het heel leuk dat hij er ook in staat. Solarstone, Seven Cities, die remix van jou. Daar krijg ik kippenvel van. Nee, echt serieus. Dank u. Alsjeblieft. Dus die moet sowieso er ook in. Mm-hmm. Energy 52, dat is... Je draaide hem net al, de Café Del Marco. Ja, ik vind die mix waanzinnig. Ja. Origineel vond ik al waanzinnig. Ja. En dat is eigenlijk wel een beetje onze inspiratie geweest om What You Got For Me te maken ook. Dus, oh ja? Ja. Ja, het lijkt in de verse verte niet op, maar... Nou ja, zo heb ik dat ook hoor. Want ik heb ook regelmatig dat ik gewoon een plaat heel erg goed vind. Dat je toch in die stijl een plaat gaat maken. Ja, de Energy 52 Café Del Mar, dat is echt een van mijn grootste klassiekers. Ja. Echt. Oké. Okay. Dus die sowieso er ook in. Oké. Okay. En nog 2? Oeh. Nou, je hebt naar de top 20, maar je hebt natuurlijk ontzettend veel keuze. Als je nou echt een plaat uit je koffer zou moeten pakken, dat je nu je koffer open doet. Je denkt, ik ga nu, er staan 6000 man voor je, ik ga nu een plaat pakken. Welke plaat zet Pascal van Signum dan op? Ja, daar sta je, hè? Ja, dan zet je me voor het blok, hè? bedankt. Niet Paul Oakenfold in ieder geval. Nee. Spijt me heel zeer. Waarom niet Paul Oakenfold? Dat is een persoonlijke mening, maar ik heb die plaat nooit wat gevonden. Oké, okay, nee, dat mag. Maar dat is een persoonlijke smaak. Ja. Er is niet zo persoonlijk als muzieksmaak, hè? Daarom heb ik ook een hekel aan top 40, dat weet jij. Ja, dus, ik ook, hoor. Dus, er is niet zo persoonlijk als muzieksmaak. Dus, maar noem eens een andere plaat. Gugliela vind ik toch ook wel heel goed gemaakt. Ja? Ligaya. Ja. Ferry Korsen is meesterwerk. Ja, ik vind dat echt heel goed gedaan. Oké. Okay. Hij is genoteerd. En de volgende? De laatste. Hoeveel? Oh, de laatste. Oh, dat is nog 1. Oké. Okay. Je bent ook wel een behoorlijke fan van Bonsai-producties. Heb ik begrepen. Misschien kan ik je een beetje helpen. Ik zag van jou net 5 Bonsai-producties. Volgens mij 5 Bonsai-producties op de draaitafel liggen. Dus... Ja. Gewoon alle Bonsai-producties een hele jaar. Ik ben zo slecht in titels onthouden, dat wil je niet weten. Dat weet ik. Nou, doe dan maar ervan. Ja, die met dat baslijntje. Oh ja. Ja, die ene met die headkick erin. Oh, ja. Die ene met die bassdrum. Ja. Ja, welke bassdrum? Okay. Dan ga ik nu even voor punk, denk ik. Ja, punk? Ja. Toch wel, hè? Vond hem origineel. Het is gewoon een heel goed jaar geweest voor Ferry ook, hè? Ja, maar hij heeft ook zijn stijl veranderd, vind ik. Ja. Meer zijn eigen ding gedaan, denk ik. Klopt. En dat is heel goed. Heb je Indigo al gehoord van hem? Nee, nog niet. Maar jij hebt hem zeker al. Ja. Nou ja, tuurlijk. Ja.
Oké, nou, laatste vraag. Nog grote plannen voor de toekomst? Er komt er een album aan, gaan jullie toeren. Wat gaat Signum doen in 2003? Ja, eind 2003 wordt dat. Dan gaan we een tour doen door Australië. Kicken, ja. Dus ja, jij hebt het al vaker gedaan. Ja. Dus je weet hoe het is, maar wij zijn er nog nooit geweest. Dus voor ons is het echt... Je moet ook gaan toeren in Nederland, hè? Dat ben je nu verplicht aan je Nederlandse fans. Ja, nee, dat willen we sowieso. Dus okay. aan ons licht zal het niet liggen. We willen dat heel graag. En okay. Grote feesten draaien ook hier in Nederland natuurlijk. Ja, en productioneel gezien, wat gaan jullie doen? Zijn er grote plannen op stapel? Of? Nog niet. We zijn nog niet zeker. Maar er is wel een grote vraag naar een album ook. Ja, en, we hebben dus nu die studio veranderd. Dus we moeten eerst eventjes weer even een beetje inkomen. We hebben dan als een speer die remix gemaakt van Ocean Lab. We zijn er echt tevreden mee hoe die is uitgepakt. Ja, en na dag 1 stond in die chart, de top 20 die je net in je handen had, stond dus jullie mix van Ocean Lab op een gegeven moment op nummer 1. Oh, dat is leuk. Dat wist ik niet. Ik kan zeggen dat jullie op de goede weg zijn. Ja. Dus ik hoop dat je nog... We willen gewoon in die stijl verder gaan. Ja. En we vinden het ook lekker om die stijl zo te maken. En... We willen ook een album gaan doen. Mm-hmm. Maar we hebben zoiets van, we willen niet allemaal oude tracks erop gaan zetten. We willen allemaal nieuwe tracks maken daarvoor. Dus dat duurt eventjes voordat het natuurlijk klaar is. Mag je dan uitdagen om die track die net onuitgebracht is, om op dat niveau verder te gaan? Want dat vond ik helemaal geweldig. Ja, is goed. Oké. Okay. Er ligt nog één track op de draaitafel. De laatste track van Signum voor State of Trance XXL. En daarmee het einde van de State of Trance. Ik ga even mijn bed in. Ik moet morgen naar New York, dus ik moet eventjes bijkomen. Ja. Dit is een van de meest aangevraagde tracks door de luisteraars van de State of Trance. Ook die in het chatboard zaten. www.armevanburen.tk. En ja, zeg het zelf maar. Nou, hier komt hij. Onstream. Onstream van? Ja, dat is niet Signum. Sorry. van Ron Hagen, Pasco. Oké, hier is die. This is ID.
Het einde gekomen van de State of Trends XXL met speciale gasten Signum. Ja. Valre, heb nog één vraag voor je. Een poos geleden hoorde ik geruchten dat jullie Albert versus Precision Say Yes nog gingen remixen. Gaat het nog gebeuren? Nee. Nee, oké. Okay. Nee. Heel simpel. Ja, nee. Sorry Mike. Nee. Nee. Mag je ontzettend hartelijk bedanken voor je komst. Ja, echt heel graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. Kijk, je bent hierheen komen ijzelen, zeg maar. Ja, schaatsen. Je hebt een vriend meegenomen die jou helemaal gereden heeft. En ook je liefdallige vriendin is meegekomen, geloof ik. Ja, ja. Even een support, applausje voor dat, Nou, ik hoop je zeker nog een keer hier in de studio, misschien volgend jaar ergens, dat we je nog een keer kunnen uitnodigen. Doen we in ieder geval beterschap aan Ron. Ja, zal ik doen. En fijne feestdagen, mag het wel? Mag het wel? Ja, mag het wel. Okay. Wel. Jij ook. Ja, veel succes, oud en nieuw. Ja, dankjewel. Gaat wel goed komen, denk ik. Ik denk het wel. Na de boodschappen eventjes een herhaling van de non-stop in de mix van volgens mij vorige week van de State of Trance. Ik ga even naar huis. Ik ben niet helemaal 100% en ik moet morgen naar New York en ik kom net uit Roemenië. Dus ik vind het even genoeg. Wel thuis en tot volgende week voor een nieuwe State of Trance. Hoi! Hoi!